Even ter verduidelijking waaraan geslepen moet worden bij een Tuileries du Nord dakpan. Ik heb hier even een neergelegd met een stukje panbad eronder. Normaal gesproken hangt de pan aan deze panlat. En als we dan dus deze eronder gaan doen, stel dat er ruimte is in het midden, dan zie je al dat die hier de dakpan raakt. Zou je deze schroef nu gaan aandraaien, dan komt hier dus alle kracht op. En dan is denk ik wel voor te stellen dat dan de kans groot is dat die hier gaat breken. Wil je niet slijpen, daar heeft SDEC deze rubbers voor, opvulrubbers. Waarbij je dit deel hier weer onder kan klikken en dat deel daar weer onder terug kan klikken om de juiste hoogte te krijgen. Deze video gaat echter over het slijpen. Want ik wilde deze rubbers niet, want dan staat je dakpan de hele tijd een beetje omhoog. Dus wat we doen, met een krijtje twee streepjes zetten, klemmen weer af en dan dit stukje wegslijpen. En mocht die hier niet goed tussen komen, moet daar ook nog wat weggeslepen worden. Maar dit is dus het belangrijkste. Om te zorgen dat ook eventuele kleine verschilletjes nog worden opgevuld, doe ik hier dan nog een flapje rubber onder. Zoals van een fietsbinnenband, in dit geval is het van dakbedekking. Waar nog meer aangeslepen moet worden, is wanneer de volgende dakpan daar weer op komt. Voor het contrast even een rode genomen. Dan zie je al, ja, hij ligt hier op. Dus hij komt natuurlijk met een enorme tussenruimte hier. Dan is het op zich niet zo heel erg, want het zonnepaneel komt hierboven. Maar je ziet al, de volgende dakpan, die hier ook weer op komt liggen, die is dus ook een beetje omhoog. Ik vond dat allemaal niet zo mooi. Dus zet ik hier dus ook twee streepjes op. En slijp ik dit dus ook in van de dakpan die er dus opvalt. Waardoor die mooier erin valt. Dus even met een krijtje streepjes zetten. Weer weghalen en de slijpmachine erop zetten. Het slijpen doe ik met een eenvoudige Praxis haakse slijper. Even opletten dat je een slijpschijf erin doet die bedoeld is voor steen. En verder geeft het een enorme stofwolk en er kunnen natuurlijk ook kleine stukjes losspringen. Dus neem wel de persoonlijke beschermingsmiddelen die de ogen, oren en een stofje longen beschermen. En zo ziet het er dus in de praktijk uit. De klem ingeslepen hier, een stukje rubber eronder en als we dit optillen, dan is te zien dat daar is weggeslepen, waardoor hij mooi vlak komt. Het is bij elkaar best wel wat werk, maar het resultaat is dan ook wel wat mooier. En ze liggen op zich vlak, hele kleine opening, zou hier nog iets weg kunnen slijpen, maar dat lijkt me ook weer een beetje overdreven. En dan blijkt er nog iets anders te zijn. Het dak is deels met deze Tuileries du Nord bedekt en deels met een andere. En er blijken verschillen te zijn in afmetingen. Ik heb hier een lat bijgelegd. Deze twee oude pannen, die lijken allemaal hetzelfde te beginnen en dus een beetje dezelfde afmetingen te hebben. En deze is dus duidelijk wat langer. Dat is een nieuwere. En als ik ze omdraai, dan zie je wat het probleem is.
degene die het grootst is, die blijkt, als we er een lat op leggen die de panlat voorstelt, juist hier minder ruimte te hebben. Deze iets meer en deze ook weer iets minder. Dus de oude pannen zitten al verschil in, maar de nieuwe ook nog een keer. Is dus een deel met deze pan en een deel met deze pan. En je gaat hier dakhaken overheen monteren, die dus zo klemmen. Dan kom je hier dus anders uit dan bij deze. Dat is een uitdaging. Die is hier of met een blokje op de panlat te doen, waardoor die dus wat opschuift, waardoor die weer gelijk komt. Of deze dakpan hier een stukje afslijpen, waardoor de haak iets gelijk komt. Dat denk ik dat dat het handigste is voor mij, want dat betreft maar vier pannen. En dan kom je dus aan zoiets. Het blijft even knutselen. Maar het is wel belangrijk dat natuurlijk de rails die aan de dakpannen gemonteerd wordt, wel in één lengte ligt. Je kan er moeilijk een knik in hebben. Dus toch nog wat extra slijpwerk of op een andere manier oplossen.